Kijk, okay. En dan daar op dat puntje, daar ja, weet ik veel dat ik afgeslagen. Wat? Yo, beste kijkers van Zeverheid. En ik word geslagen gelijk. Rest in peace. In ieder geval, we zitten op Metopia World met Killmasterino, a.k.a. Yuri. Hey. En yes. Ja, we gaan een video opnemen. Hij gaat zijn criminele activiteiten laten zien. Zijn gebouwen enzovoort. Dus ja, stel je eens een keertje voor. En ja, zijn link staat in de beschrijving. Dus ja, vertel. Nou, mijn naam is Yuri, ook al Killmasterino in-game. Je kan mij kennen van YouTube, op mijn eigen kanaal, Official Yuri, of op een gamestad. Ik ben 3 keer per week op een gamestad te zien, 2 maal met livestreams, 1 keer met mijn eigen criminele roleplay. En voornamelijk op die roleplay gaan wij vandaag, Paulus' een video baseren. Yes. Bij de 50 likes gaan we nog zo'n video opnemen, of tenminste, ik ga sowieso op mijn Metopia World nog een video opnemen. En ja, laat zien wat je in petto hebt, dan zou ik zeggen. Yes. Nou, jullie krijgen eigenlijk een preview van iets wat in de roleplay nog niet helemaal bekend is. Deze basis is eigenlijk nog niet bekend in de roleplay dat wij die hebben. Want we hadden eerst een andere criminele hut. Maar die hebben de Crazy Mafia familie heeft die verbouwd volgens de roleplay. Dus kom maar mee, dan laat ik het even zien van binnen. Okay. Hier zijn wat kijkers van mij. Die durpen vaak. Okay, wat gezellig. Dus. Nou, ik kom binnen in mijn criminele hol. Wow, het ziet er wel heel dope hier uit, hoor. Ziet er echt. Ja, dit is nog niet heel speciaal. Ja, boven kan ik de deur nog niet openen, omdat ze nog bezig zijn met een plot. Maar als je even op die deur spamt, kan je wel even kijken van binnen. Ja, ik zie het. Je zit hier gewoon in een appartement. Of appartement, een kantoor. Kantoortje, ja. Nee, ziet er wel mooi uit. En er zit iemand vast. Yes. Ja, dan moet hij maar niet naar binnen rennen. Ik ben altijd wel duidelijk in, van zeker in de roleplay, dat mensen vaak meelopen. Dat is echt. Ik snap het wel, maar het is echt enorm irritant voor ons. En zeker als ze dan vastzitten, dat ze gaan zeggen: ja, is het vast door jou? Ja, je fucking eigen schuld. Ja, klopt wel, want je hebt geen zin om 3 uur een stream, of 3 of 4 uur een stream te doen door kijkers die heel tijd naar binnen lopen. Dus, ja. Nee. Nou ja, in ieder geval, hier hebben we een onthoofdingstafel. Dat wil je hoofd niet aanraken. daar wil je niet liggen inderdaad. De gevangenissen, dit spreekt voor zich natuurlijk. Mensen opsluiten, martelen. Maar ons leukste martelmachientje is dit. En je denkt hier van, ja, een waterput, what the fuck. Nou, je kan hier dus mensen ingooien. En als je meeloopt naar beneden, dan kan je zien dat je lekker van onder... lekker kan bekijken hoe mensen verdrinken. Huh? Dus als ze zeg maar hier naar beneden vallen, dan gaan ze hier zeg maar drownen. Zo van trap dus, eigenlijk. Ja, dus kan je lekker mensen... Dus bij ons de Black Valley willen wij doodmaken. Of willen wij de andere criminele bende willen wij de grond in stampen. Nou, kunnen we ze lekker hierin gooien of in de gevangenis of onthoofdingsmachine. Ja. Nou, eventueel kunnen we hun hoofd nog als ballen voor de biljarttafel gebruiken. Ja. Nee, dat is wel vet in ieder geval hier. Ja, het ziet er wel dood en hier uit. Onze... Mooie overlegtafel. Nou, voor falleren mijn rechterhand, UQ mijn linkerhand. En de rest van de criminelen van mijn bende zit hier. En hier eventueel voor de anderen waar we mee aan het overleggen zijn een belangrijk iemand. Oké. UQ ken ik wel. UQ is Ruben, toch? Ja, correct. Ja, ik speelde met hem veel Frusky, dus ik ken hem daarvan. Zo. Ah, ja. Ja, falleren en UQ, dat zijn de belangrijkste leden van mijn bende. En daar nemen wij de roleplay voornamelijk mee op. En dan met de andere criminele bende en af en toe is Team Alpha die erbij komt. Met de Crazy Mafia familie. Oké. Nee, het is wel dope, hoor. En heb je geen last van politie of leger? Nee, is er toch ook? Heb je daar geen last van? Nou ja, in de wildernis overheerst het leger en niet de politie. Maar omdat wij eigenlijk alles met de roleplay doen, hebben wij daar geen last van. Want kan je even deze wapens laten zien? Wat? Dan zie jij dat alles gewoon van roleplay. Alles van roleplay is. En je dat gewoon gemakkelijk. Dat de politie dat ook kan zien dat ze ons daar niet voor oppakken. Dat geluid. Je hoort zo'n geluid als je erover scrolt. Wow, het is wel vet hoor, die wapens. Ik zeg je dat wel. Ja, toch? Ja. Nou ja, kijk, even. Ik denk dat wij met onze EGS-groep en mijn eigen kanaalgroep hebben wij denk ik 15 wapenstokken. 4 of 5 Makarovs, dat zijn deze. En nog 1 AK-47. Een AK, oké. En die bezit X-Hake, die heb ik helaas niet. Omdat onze bende nu nog opkomend is,
En wij later de grootste criminele bende zullen zijn. En nu we het toch gelijk hebben over de andere criminele bende, gaan wij ook naar hun zone waar ze met de superhelden wonen. En daar kan ik jou ook helemaal laten zien, dus dat is misschien ook wel tof. Oké. Ik weet niet hoe ik aan dit mobieltje kan, maar ik heb in één keer een mobiel. Dat is vast in Mytopia World. Iedereen is vast met een mobiel. Die kan je ook niet uit dat... uit jouw ding halen, dat zit gewoon vast. Oh ja, ik zie het. Oh ja, nou, wist ik niet. Nee, vet. Oké. Nou, dan gaan wij naar die geheime andere basis. En we zien jullie dan daar. Oké, in ieder geval jongens. We zijn nu weer bij een andere basis. Van Masterino of van een andere gang of in ieder geval. Er zijn ook fans. Sorry, ik was even bezig. Er zijn ook allemaal fans bij, oké. Nou, kijk, ik zal je even een rondleiding geven. Dit is de plek waar, ja, zoals je zag toen je binnenkwam, Black Zone. Hier woont de groep Black Valley en de superhelden. Daar zie je die gekleurde huisjes. Waarom ze precies onder één gebied wonen is omdat volgens het verhaal de superhelden een gebied had gehuurd. En toevallig dat ook van Black Valley was. En zo zijn ze dus onder één gebied gekomen. Ja, nee, vet. Nou, als je even meeloopt, dan kan ik je iets vets laten zien. Ze hadden een machine waardoor Black Valley, ja, de grijze mensen, de zwart-witte mensen, slecht konden worden. Zo konden ze goede mensen slecht maken. En zo kregen ze een grijze kleur. En dat was deze windmolen, stond die machine. Nou, die hebben helemaal in de fik gezet in een livestream. Oké. Ja, je ziet er wel vet uit. Dus hier zat die machine dus in. Oké. Ja, en dan kon je mensen slecht maken. Nou, dat is ook allemaal te zien op een games dat eventueel. En hier nog een leuk kerkje. Oké. Het is een heel groot gebied, maar het is meer opvulling. Want er komt later ook nog heel het legergebied daar. Wordt nog helemaal bebouwd, maar zij is nog mee bezig. Vet. Hier de 5 superheldenhuizen. Ja. Yeah. Nou, van Sam the Survivor, Chalk, Marnik, Beam en Ikai. Oké. En hier nog een hele mooie hijskraam. Waar ik en Marnik allebei al een keer van afgeslagen zijn. Marnik zelfs 2 keer al. Ik 1 keer in de livestream. Dus kan ik je even ook wel laten zien. Is ook wel heel tof. Nee, dat ziet er wel vet uit, deze hijskraam. Ja, ze hebben hier echt best wel veel tijd in gestoken om dit allemaal te bouwen. Ja, en ja, het is helemaal gepersonaliseerd. Dus het leuke is, dit is ook in de wildernis en dit is ons eigen gebied, dus we kunnen doen en laten wat we willen. Ja. Hey, je ziet er wel echt vet uit hier. Even kijken hoor. Kijk, als je nou even meeloopt, dan... Kijk, kan ik even laten zien. Zo. Moet je een beetje parcouren? Ja, hoop dat je wolken uit hebt staan. Ja, ik heb wolken uit. Kijk, okay. En dan daar op dat puntje, daar werd ik zo afgeslagen. Hey! Wat? Wat doe je? Wat doe je? Je hebt me vermoord. Ja. Je houdt er van afslaan. Ja, dat is toch oneerlijk? Ik ben en blijf een crimineel, hè? Ja, oké. Nou, dan weet ik wie ik niet ga vertrouwen. Ik ga jou nog eens een keertje aanpakken. Nou, bij 50 likes heb ik gehoord dat je in Mytopia World komt, dus wie weet. Yes, 50 likes, jongens. En zeker op Jury abonneren. Link staat in de beschrijving. Dus ja. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken en bedankt natuurlijk Jury voor het meedoen. Links staat in de beschrijving zoals ik al gezegd heb. Jury heeft me net vermoord, die ga ik dus aanpakken bij de 50 likes. Dan ga ik Mytopia World weer best wel veel uploaden. Dus ja, in ieder geval, bedankt voor het kijken. Dan zie ik jullie de volgende keer. En dan zeg ik nog één ding en dat is later mensen, later. Later.